Yes, we hebben een nieuwe groene concealer. Misschien zie je gelijk al van, hé, het is een ander potje. Dat klopt, het is een grotere pot. We kregen heel vaak de vraag van vrouwen die zeiden van, ja, weet je, het is zo lastig als ik hem mee wil nemen, de groene concealer, als ik op vakantie ga. En het is een klein potje, vind ik ook een beetje lastig. Nou, dit is dus een grote pot, er zit 3 keer zoveel in. En kijk, er zit ook een heel handig schuifje in. Ik weet niet of je het een klein beetje kan zien zo. Dus hier zitten de gaatjes en hier zit het schuifje. Dus als ik het schuifje dicht doe, kan ik gewoon heel makkelijk meenemen zonder dat ik poeder verlies. Nou, dat is natuurlijk het potje, maar wat natuurlijk nog veel belangrijker is, is de poeder zelf. Nou, ik ga het gelijk ondertussen even opdoen. Ik heb een beetje poeder hier in mijn dekseltje gedaan. Nou, wat bij heel veel vrouwen nu een groot probleem was, en wat ik stiekem zelf ook al eens heb gehad, is dat ze te veel deden op de kwast en dat er ook te veel op de huid kwam. En ja, deze groene concealer, die helemaal nieuw is, die heeft nieuwe ingrediënten. Nog veel betere ingrediënten dan die we eerst hadden. Hij is zachter, echt zachter voor de droge huid. En ontstekingsremmend, dus voor degene die acne hebben, rosacea, is die gewoon nog veel beter en nog veel verzorgender. Maar hij is ook echt super voor de droge huid, zodat je niet van die schilfertjes gaat zien. En hij heeft echt een vochtvasthoudende werking, dus hij is helemaal, ik ben er helemaal enthousiast over. En want deze concealer is voor mij het allerbelangrijkste. En ja, hoe blij ben ik dat hij nu nog verbeterd is. Nou, ik ga het je laten zien. Ik doe gewoon de groene concealer kwast weer in de concealer dopen. En normaal gesproken moest je echt zo goed uitkijken dat je niet te veel op je kwast had zitten. En dat is nu veel minder erg. Als je nu iets te veel doet, dan kan je het ook gewoon weer heel makkelijk afhalen. Nou, normaal gesproken deed ik altijd een beetje vegen met die groene concealer. En nu kan je ook deppen. En als je nu bijvoorbeeld te veel doet, laat ik even te veel zien. Je denkt van wow, dit is te veel. Kan je het ook heel makkelijk weer verwijderen. En dat komt met die oude concealer niet. Dus soms zag je echt door de foundation zag je echt dat er te dikke groene concealer op zat. Nou, wat ik zo ideaal vind, voor mezelf ook in de winter, ik heb echt een droge huid. En doordat ik nu kan deppen, krijg je ook die schilfertjes niet. En het heb gelijk die vochtvasthoudende werking. Dus het is veel mooier. De foundation pakt ook veel mooier. Dus ik dep hem zo op mijn huid. En je kan natuurlijk ook wel zeggen, nou, ik heb hier nog een klein beetje. Dat kan je natuurlijk wel een beetje zo doen. Zo. Maar waar bij mij het meeste rood zit, daar doe ik hem echt deppend aanbrengen. En dan kan ik dus ook gewoon bijvoorbeeld meerdere laagjes doen. Kijk, ik doe nog een klein beetje erbij. Nou, dit is een wondje. Die heb ik van Finny gekregen. Finny, mijn hondje, die had een beetje een puberale bui. En die deed even hap. Nou, die kan ik gewoon nu met de groene concealer kan ik dit gewoon heel mooi wegwerken. Kijk, je ziet er al bijna niks meer van. Of ietsje meer als je dat wil. Nou, hier doe ik het wel gewoon een beetje zo. Dus ook een beetje uitproberen wat het beste bij je past. Zo. Het is natuurlijk een hele andere concealer met hele andere ingrediënten. Dus het is ook eventjes uitproberen. Nou, ik vind het wel oké zo. Maar wat ik heel fijn vind is dat nu mijn poriën minder te zien zijn. Dat mijn huid minder droog lijkt. En dat het gewoon echt heel zacht is. En nu ga ik nog even foundation eroverheen doen. Om het natuurlijk mooi af te maken. Zo. Ga er gewoon lekker overheen. Dat kan je gewoon doen op dezelfde manier als eerst. En nog een klein beetje erbij. Nou, ik hoop dat we gewoon zo heel veel problemen uit de wereld hebben geholpen. Want echt heel veel vrouwen hadden er best wel moeite met die oude groene concealer. Nou, en ik hoop dat we nu dat het gewoon veel beter gaat. Dat je er gewoon nog mooier en met een rustige huid de deur uit kan. Ik heb zelf ook het idee dat ik minder foundation hoef te gebruiken. Kijk, hier doe ik nog een klein beetje extra. En voilà, mijn huid is weer rustig.